Hallo allemaal, hartelijk welkom bij Speel met mij. Ik heb jullie laatst al deze mooie box laten zien. Dat is een make-up set van Barbie. En daarbij zaten verschillende dingen zoals oogschaduw, nagellak en ook wat haaraccessoires. En natuurlijk ga ik dat nog uitproberen vandaag. Ik ga vandaag de nagellak testen. Er zaten 3 kleuren bij. Roze, soort donkerroze, paars en blauw. En die ga ik testen. En er zitten ook nog wat nagelstickertjes bij. Die ga ik ook testen. Om ervoor te zorgen dat mijn nagels niet zo tegen elkaar komen en alles zo goed apart blijft, gebruik ik deze kleine hartjes tussen mijn vingers. En dan kunnen we beginnen. Ik ga beginnen met blauw. Het ziet er mooi glanzend uit. En dat trek ik dan hier zo over en dan breng ik een laagje aan. Ik zou zeggen op het eerste gezicht dat het niet zo dekkend is. Het is daar heel blauw, maar op de nagel is het toch best doorzichtig. Zo. Dat laat ik nu dan even drogen en dan doe ik nog een laagje erop. Maar in de tussentijd probeer ik dan eens even deze paars-roze kleur. Die is vrij licht. En dat ga ik dan hier op de duimnagel doen. Laat zich goed en makkelijk aanbrengen in ieder geval. Maar ook deze kleur is erg ondoorzichtig. Je ziet nog steeds de nagel er doorheen. En dan de roze kleur. Die is ook een beetje doorschijnend, maar ik vind die kleur mooier dan die paarsroze. Even alles laten drogen en dan ga ik van alles nog even een tweede laagje erop doen. Ik heb het even laten drogen en jullie zien het al. Ik heb nog even gevoeld en hij was nog helemaal zacht. Dus ja, nou ziet het er weer zo uit en nou heb ik het nog een keer gedaan. Dus je moet het echt heel erg goed laten drogen. Normaal gesproken bij normale nagellak duurt het een paar minuten. Nou, ik heb nu heel lang gewacht en Barbie die heeft me gezelschap gehouden in de tussentijd. Je moet echt heel erg lang wachten. Bij gewone nagellak gaat dat echt duidelijk sneller. Dus ja, dat is wel jammer en dat vind ik wel een nadeel. En hoewel ik lang gewacht heb, is zelfs deze hier is het nog steeds een beetje zacht. Ja, ook deze nog niet helemaal droog. En dat is natuurlijk wel een beetje stom. Ik werd een beetje ongeduldig ondertussen zelfs. Ik ga nu trouwens nog even een stickertje proberen. Even de pincet ervoor pakken. Zo. En dat doe ik op die ene die droog is. Oh, dat ziet er wel leuk uit. Het bijzondere aan deze Barbie nagellak is dat je, dat is me al opgevallen, dat je geen nagellak remover ervoor nodig hebt om het er weer af te halen. Dit is natuurlijk voor kinderen een voordeel, je kunt er gewoon mee spelen en gewoon even die nagellak opdoen. En daarna haal je het weer heel makkelijk eraf. Ik ga dat eens even testen of dat ook echt werkt. Dus ik heb even een vochtig doekje gepakt en dan ga ik gewoon even over de nagel. En je ziet het. Hij is er zo af. Het is dus ook niet zo houdbaar, maar ja, voor kinderen is het in ieder geval leuk genoeg. Je hoeft dus ook geen nagellak remover te gebruiken, dat is dan ook wel weer fijn. Want dat ruikt ook nooit zo lekker en is ook niet zo goed met die damp. Zo, dan deze. En dat gaat ook zonder problemen eraf. Ja, ik moet zeggen, ik vind het wel op zich wel leuk. Maar ja, je moet natuurlijk wel een paar laagjes erop doen. En het duurt echt eeuwig voordat het droog is. De nagelstickers vind ik best wel leuk op zich. Alleen zijn er maar 10 stuks, dus je kunt ze maar 1 keer op alle nagels doen. En je ziet het, hij laat hem weer los, dus hij blijft niet zo goed zitten. Ik heb hem weer aangedrukt, maar ja, hij komt er eigenlijk weer gewoon af. Dat is natuurlijk ook jammer. Verder is het wel een mooie set. Er zitten ook veel dingen bij, maar ja, die nagellakjes, ja... Ik vind gewone nagellak toch beter, moet ik zeggen. Dan moet je wel van die nagellak remover gebruiken, maar dat is het wel waard. Omdat het er wel veel mooier op zit dan deze nagellak. Ja, dat was het dan voor vandaag. Laat me maar weten in de reacties of jullie misschien ook zo'n set hebben. Of dat jullie ook van die nagellak hebben. Of misschien normale nagellak. Laat het maar allemaal weten. En verder bekijk ook de andere video's. Ik heb al verschillende nagelsets laten zien. Misschien willen jullie die wel zien. En verder, we hebben nog heel erg veel andere speelgoedvideo's op het kanaal. Dus zit voor iedereen wel wat bij. Abonneer je op ons kanaal, dan ben je altijd op de hoogte. Dan zie je altijd de nieuwste video's. Dus abonneren en altijd erbij zijn. En tot de volgende keer. Doei!